Welkom in de Tongerse keuken. Vandaag ga ik pangafilet maken met een Spaanse saus. Daarbij serveer ik verse spinazie en tomatenrijst. Aan de slag. Twee pangafilets, 450 gram verse spinazie, wat verse peterselie, 1 citroen, olijfolie, druivenazijn, een paar snacktomaatjes, 1 laurierblad, 1 gele ui, die ik in fijne ringen heb gesneden, 2 tenen knoflook, die ik in grove schijfjes heb gesneden. Als kruiden gebruiken we paprikapoeder, zwarte peper en grof zout. Nou, in een pan heb ik olijfolie verhit. Daar gaan in mijn uierringen, de knoflook, een laurierblad, druivenazijn, een flinke scheut en wat citroensap. Dit laat ik zo een minuut of 5 staan totdat mijn uien wat glazig beginnen te zien. Middelhoog vuur. Nou, we zijn een minuut of 5 verder. Zoals je ziet, zie mijn uien al wat glazig. De geur van de druivenazijn en van de citroensap komt je al tegemoet. Tijd om een pangafilet erin te doen. Die heb ik al gekruid met peper, zwarte peper, grof zout en paprikapoeder uiteraard. En dat aan beide zijden. Dus die gaan er nu bij. Beide zijden, ik denk een minuut of 5. Ondertussen ga ik op een andere pan mijn spinazie maken. De spinazie, die hoeft maar heel eventjes. Het lijkt enorm veel, maar dit slinkt enorm. Dit doen we beetje bij beetje. Dit is eigenlijk pas de helft. En als dit wat is geslonken, dan doen we de rest erbij. Ik doe er een paar snacktomaatjes bij. Voor de kleur en voor de smaak. Nou, we zijn nog geen 10 minuten verder en nou, je ziet het al, mijn spinazie is klaar. Dus die gaat van het vuur af. Een andere pan, op een ander vuur had ik dus de pangafilet. Die is ook zo goed als klaar. Final touch. Nog wat peterselie. Kijk maar eens, zo mooi goudbruin. Je ziet het niet meer natuurlijk. Ruim peterselie, niet te lui. Nog een minuutje en dan is de pangafilet ook zover. Nou mensen, we zijn amper een kwartier verder. 5 minuten voor de saus, 10 minuten voor de pangafilet en ondertussen ook 10 minuten voor de spinazie. Kijk maar eens wat een mooie presentatie. Pangafilet, Spaanse saus, verse spinazie. De tomatenrijst heb ik niet laten zien. Dat heb ik in een andere gerecht al eens eerder gedaan. Dat recept kun je ook gewoon nakijken. Stelt niet heel veel voor. Wij gaan zo meteen lekker aan tafel. Maar natuurlijk niet voordat ik vergeet te zeggen. Liken is leuk. Abonneren wordt gewaardeerd. En is gratis. Is er iets niet duidelijk? Onderaan de film vind je een link naar seizoenenblog. Onder de rubriek dagschotels van Camiel kun je alles nog eens nalezen. Wij gaan zo meteen aan tafel, smakelijk eten en tot de volgende keer.